met dokter Van Veen. Ik zie u wel in beeld en ik hoor u ook, maar u hoort mij niet, begrijp ik. Nee, dus dan ga ik toch even bellen. Als je dan uit zo'n heftige, hectische periode komt en uiteindelijk nu weer belandt in een normaal rooster en de poli weer opstart, hoe is die overgang dan? Raar, wel een beetje, ook wel weer prettig, want je hebt natuurlijk eigenlijk alleen maar, ben je met dat corona bezig geweest, dus het is wel fijn om nu weer gewoon je eigen patiëntenpopulatie te kunnen zien en te begeleiden. Goedemorgen. Goedemorgen. Maar we zitten er ook nog middenin, want we merken nu dat het opstarten van de, ja, van de reguliere zorg, dat toch heel ingewikkeld is. En dat sommige dingen gewoon niet meer kunnen. De heftigste piek is voorbij, maar dat coronavirus beïnvloedt alles in het ziekenhuis. Er liggen nog steeds ernstig zieke patiënten binnen. Er wordt jacht gemaakt op het vaccin. En ondertussen wordt geprobeerd de gewone zorg weer op te starten. Hoe het er nu in het ziekenhuis aan toe gaat, ziet u de komende 5 weken. En deze week de 1,5 meter samenleving. Hoe doe je dat in het ziekenhuis? Nou, bijvoorbeeld met een speciale incheckprocedure in deze tent. Hebt u koorts? Nee. Hebt u griepachtige verschijnselen? Nee. Krijgt u van mij een groen kaartje? Dan moet u binnen laten zien. Dankjewel. Succes. Inmiddels volledig andere wachtkamer. Leeg, het stond hier altijd vol met allemaal banken. Nu staan er een aantal stoelen met voldoende afstand. En meestal is de wachtkamer zo leeg mogelijk. Ja. Heeft u een registratiekaart van het ziekenhuis meegenomen? We vinden het natuurlijk heel spannend wat er nu gaat gebeuren in de komende weken met het aantal patiënten. Maakt u zich daar zorgen over? Ja, toch wel een beetje. Dus na 1,50 meter, dat is de afstand. Ja. Het is al een beetje recht. Goedemorgen, mevrouw Jansen, met dokter Van Veen. Goedemorgen. Lukt het niet met de video? Ik heb u net een linkje gestuurd weer, mevrouw Jansen, dus misschien kan u het proberen. Ja. Ja, zie je. Nou, dan ga ik de telefoon even neerleggen. Mevrouw Jansen, wij hadden vandaag een afspraak gemaakt om de uitslag van de bronchoscopie te bespreken. Want we hadden op de CT-scan toch een beeld van ontstekingsactiviteit, hè, in die longblaasjes, passend bij de ziekte van Schiller. Mevrouw Jans, hoe vindt het dat u nu kunt videobellen met uw dokter? Nou, ik vind het wel prettig, eerlijk gezegd. Ja, wat is het? Het wordt goed uitgelegd, dus dan snap ik dat ook beter. En ik hoef niet regelmatig, ik heb eigen scheerrijbewijs, dus ik moet altijd iemand inschakelen. En nog een kopje in Nijmegen te komen. En u mist het niet dat u dan niet hier bij de dokter in de spreekkamer zit? Nee, zo niet, nee. Nee, want het is gewoon net hetzelfde. Dat is iets wat wij niet verwacht hadden, maar wat we wel veel terug horen. Dat mensen het helemaal niet erg vinden om via zo'n videoconsult gezien te worden. Dus ik denk voor nieuwe patiënten waarbij je aanvullend onderzoek moet uitleggen of als je een lichamelijk onderzoek nodig hebt, dat de mensen zijn die we wel nog moeten blijven zien. Wordt dit het consult voor reguliere patiënten van de toekomst? Ik denk het wel. Wat denk ik een punt is wat we eigenlijk eerst even moeten bespreken, zijn de specifieke vragen die ik ook nu in het motie. Waar we nu hiermee bezig zijn is een app om mensen met chronische aandoeningen digitaal, dus via e-health, te begeleiden. Hier kan ik invullen hoe kortademig ik ben. Ik ben helemaal niet kortademig, dus ik doe 0 en die verstuur ik. Daar worden alarmen uit gegenereerd. Als ze ineens veel meer benauwdheidsklachten aangeven dan ze normaal gesproken doen, dan gaat er een rode vlag achter zo'n patiënt en worden ze opgebeld. En zolang het goed gaat, hoeven ze ook niet hier naartoe te komen. Maar je wilt ze eigenlijk wel zien op het moment dat het niet goed gaat. Of dat je misschien wat voor ze kunt betekenen. Ja, 12, dus die kant op, naar één naar boven. De ontwikkeling van de zorg heeft wel een enorme impuls doorgekregen. Absoluut, ja, zeker. Die we ook moeten behouden, denk ik. Ja, hou het vast, roepen wij de hele dag. Op de longafdeling van het CWZ liggen nog steeds mensen met corona. Hoe zijn zij eraan toe?
dat ziet u volgende week in Nu in het ziekenhuis.